De politie onderzoekt de oorzaak van de brand die dinsdagmiddag plaatsvond in een loods aan de Zeepziederstraat in Harlingen. De brand brak dinsdagmiddag rond 1 uur uit. De brandweer en politie waren snel ter plaatse om de brand te blussen en de omgeving af te zetten. Het pand raakte zwaar beschadigd. De brandweer kon een tweede uitslaande brand bij een woning aan de Noorderhaven voorkomen. De oorzaak van die beginnende brand moet worden gezocht in het overvliegen van vonken. Onderzoek van de politie wees uit dat er in een van de woningen die zich naast het pand bevonden een hennepkwekerij aanwezig was. De politie onderzoekt of er verband bestaat tussen de brand en de hennepkwekerij. Een 34-jarige inwoner van Harlingen werd aangehouden. Hij is voor nader onderzoek overgebracht naar het politiebureau.